Met een showroom van maar liefst 10.000 vierkante meter is Maretti Lighting met recht een koploper te noemen op het gebied van verlichting en design. CEO Edgar Heijns geeft ons een kijkje achter de schermen in de wondere wereld van high-end design. Nou Edgar, je hebt ruim 35 jaar ervaring in de verlichtingsbranche. Jullie hebben hier letterlijk alles in huis en bieden oplossingen voor onder andere particuliere villa's, hotels, kantoren. Wat is Maretti's kracht? De kracht van Maretti is dat wij een one-stop shopping hebben hier. En we hebben voor elke portemonnee verlichting, een hele mooie designverlichting, wat wat duurder is, tot een hele betaalbare verlichting. Grote klonen, kleine spotjes, eigenlijk echt een heel compleet assortiment. Wat we grotendeels zelf produceren en een deel importeren we uit China. Maar dit is niet het oorspronkelijke design. Jullie verbouwen de showroom namelijk om de 2 jaar. Waarom is dat? Veel van onze klanten zijn architecten. Die komen meerdere keren terug met hun relaties, hun klanten voor de nieuwe projecten. En we willen die mensen inspireren door elke keer de nieuwe ruimtes laten zien, nieuwe producten laten zien. Kan je iets vertellen over het aankomende boek? Ja, nou, we hebben inmiddels een nieuw boek met echt hele mooie projectfoto's. En ons compleet assortiment staat erin, wat wij zelf ontwikkelen, zelf produceren, maar ook van alle architecten waar we voor mogen werken. Nou, meer dan 13 jaar geleden was Jan de Bouffry de eerste designer waar Maretti de verlichting voor maakte. Wat hebben jullie geleerd van Jan? Nou, Jan is echt een man geweest die ons vertelde van kwaliteit overleeft alles. Maakt designs die tijdloos zijn. Ontwerpen zijn echt fantastisch. En we zijn heel trots dat we dat hebben mogen maken. Ook voor Monique de Bouffry maken we al heel lang mooie verlichting. En dan kan je de ontwerpen laten zien die we hier staan. Nou, daarnaast maken jullie verlichting voor gerenommeerde designers. Zoals Piet Boon, Erik Kuster en Marcel Woltering. Welke grootheid zouden jullie nog willen toevoegen aan deze lijst? Nou, Philip Stark is echt wel de topdesigner in de interieurbranche. Dus daar zou ik heel graag armaturen voor willen maken. Samen met onder andere Dauphine, Alphenberg Leather en Wave maken jullie deel uit van Interior MX. Hoe is dit eigenlijk ontstaan? Ja, het is wel heel grappig dat je dit vraagt. Voor Yves maakte altijd stands met verlichting bij zijn partners. En uiteindelijk, na de vorige crisis, werden er eigenlijk geen stands meer gebouwd van die partners. En toen hebben we gezegd, dan gaan we gezamenlijk één hele mooie stand bouwen. Voorheen waren dat grote woningen en nu maken we allemaal eigen wereldje op één hele grote stand. Nou Edgar, jullie zijn met Maretti Lighting ook aanwezig op Masters Expo in november. Waar gaan jullie de bezoekers mee omverblazen? We gaan dit jaar een heel gaaf eiland maken waar al onze partners hun eigen producten kunnen showen. We maken allemaal mooie podia's waar iedereen zijn nieuwste items op neerzet. En middenin natuurlijk een fantastische bar.